Yes! Oh, curling. Is moeilijk. No! Te vest. Stoort me uit. Hoe kan het zo kijken? Maar ik ben gewoon bezig. De tannetjes spelen mij compleet weg. Waarom dat is, omdat hij keihard werkt. Hij zet zich overal 1000% voor in. En dat is echt heel bijzonder om te zien. Als je één ding zou moeten noemen waar hij echt helemaal niet goed in is. Kan je op één dingetje komen? Zingen. De tekst onthouden en liedjes zingen? Nee, zeker niet. Het is eigenlijk gewoon een hele kunst dat hij een andere tekst verzint op een bestaand liedje. Can we play another game? Het eerste wat Benjamin zei... Ga je stoppen met Late Night? Zeg ik ja. Yes! Oh ja? Meteen. Ik ben natuurlijk elke avond ben ik weg. En dan eten we nog wel samen, maar ik ben wel weg. Dus het heeft absoluut ook positieve dingen. Maar het begon niet leuk. En wat is de ultieme ontspanner voor jou? Manicure en pedicure is het nieuwe macho. Nou, de vooruitkomen. I have one at home like this. I do my cheese on my spaghetti. Nou, als je dit wel eng vindt, dan staan die ijsberen. Ik vind het minder eng. Dan die ijsberen. Waarom vind je dit pot zo enger? Nou, ik ben heel benieuwd wat dit met mijn reputatie gaat doen. Had dit geen een leuk item geweest in Late Night? Ja, elke dag. Had het nu al bestaan? Nee, 100%, daar heb je gelijk in. Maar daarom doe ik het ook veel meer. Maar ik denk in de strijd zelf, dan zie je het niet goed. En dan wil je alleen maar vechten, terwijl misschien dan juist een stap terug beter is. Dus terwijl je geëmotioneerd was en het je heel erg raakte, geef je ook toe dat je dat misschien wel wat meer had mogen laten zien? Ja. Of de kritiek misschien ook? De kritiek, ja. Het kwam echt met bakken van alle kanten. Huppakee, en nog meer, en nog meer, en nog meer. Ja. Hoe voelde je je? Toen het klaar was, op 8 juni, ja, toen voelde ik me wel even leeg. Maar echt leeg. Toen kon ik echt niet van de bank afkomen of niet uit bed komen. En ja, dat was best wel... dat was emotioneel en mentaal wel zwaar. Heb je gevloekt? Heb je gehuild? Heel veel gehuild. Heel veel gepraat. En dan is de conclusie... niet meer janken. Door. Ja, 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 daar loopt hij. Ja, 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 ja. Kijk. Mogen we uitstappen. Sir. Het is goed, we mogen eruit. Wauw. Met een cup. Ja. Met een cupje, kijk dan. Ze waren met z'n vijven. En we zijn nu met z'n tweeën. En de rest is iedereen dood. En verlies door ziekte, in beide gevallen broers, of door verdriet, mijn moeder. Ja, je kan er niks aan doen. En als dochter zie je eigenlijk altijd de grote, sterke papa die er altijd voor je is. Dus als je hem op zo'n moment ziet, dan doet dat toch wel echt pijn. Dus ja. Ja, schatje. Ja. Maar wij zijn er wel nog. En wij zijn hier samen. 'S Avonds blijkt in de lokale kroeg een open mic night te zijn. En wat had Ize nou ook alweer gezegd over haar vader en zingen? Ben jij ook goed in dierengeluidjes? Nou, kan ik. That's it. Een walvis is weer... Die bloegers zijn. Dat gaat maar door, man. Een hele slechte imitatie van een beluga. Hoor je, Johnny? Canaries van de zee. Belugas. Hoeveel belugas zijn dit? 100, 200, 300? Oh, dat bedoel ik. In het kader van wat er allemaal gebeurd is, hoe fijn is deze reis voor hem? Oh, hij is compleet ontspannen. Ja, hij was echt... En dat zag je ook wel. Hij zei het niet, maar ik merkte dat wel aan hem. Dat hij, je zag wel gespannen en dat liet eigenlijk pas echt los na het laatste aflevering RTL Late Night. En nu merk ik al helemaal, weet je, we zijn nu echt in zijn ding. Die... Thank you.
kijken even, zeg. Alsjeblieft. Oh, man. En heb je binnen 2 dagen 2 keer een beer met een kub. Fantastisch. Ik ben persoonlijk helemaal niet geïnteresseerd in het hoe en wat. Maar op privégebied is er ook een hoop reuring geweest. Er is ook heel veel gebeurd, ja. Ik wilde in het begin wel eigenlijk meteen met iedereen praten. Maar ik dacht, ja, dan moet je wel weten wat je wil zeggen. En wat er aan de hand is eigenlijk überhaupt. Nou, als je dat zelf al niet eens hebt, dan denk ik, wat ga je dan zeggen? En later dan gaat het verhaal zijn eigen leven leiden. Dit moet een impact geweest zijn op het gezin. Wat voor effect had het? Nou, het belangrijkste effect, hoe meer er van buiten geschopt werd, hoe hechter het eigenlijk werd, op een of andere manier. En het had net zo makkelijk ook de andere kant op kunnen gaan. En dat het helemaal uit elkaar was gevallen. Maar dat is het dus niet gebeurd. En dat is heel bijzonder. Ja. Dat is heel waardevol. En het is echt niet leuk geweest, zeker voor thuis niet. Voor mij niet, voor de kinderen niet, voor Ineke niet, voor niemand. Ja. Het was een jaar vol lessen en nederigheid. Niet fijn? Mm-mm. Helemaal niet fijn. Maar toch voor kwetsbaarheid? Hm? Nou, dat is echt vol kwetsbaar natuurlijk. Maar kennelijk hoort dat er ook bij. En als je zegt een lesje nederigheid, ben je door stof moeten gaan? Nou, het is niet. Je krijgt er geen prijs voor natuurlijk. Natuurlijk ga je door het stof. En ja, dat is prima. Dat hoort zo. Kunnen we stellen dat de liefde heeft overwonnen? Lenny Kravitz zegt het heel mooi. Let love rule. En dat is het echt. De liefde heeft overwonnen. Dat is zo. When it's so hard to breathe. Het is echt iets magisch. Als je het ziet bewegen. Wat een dag, man. IJsbeer. Bluegrass, Noorderlicht, op 1 dag.